harte welkom bij deze nieuwe misdaad en make-up. Super fijn dat je er weer bent. En jij ook. Oh, kom je mij kusjes geven? Nou, die heb ik wel nodig na dit verhaal. Gaan we jou mooier maken? Heb je niet nodig, hè? Nee. Jongens, het is weer tijd voor een spraakmakende moordzaak die ik met jullie ga bespreken. En terwijl ik dat doe, doe ik mijn make-up en zal ik mezelf een lookje aanmeten. Elke week om 4 uur staat er een nieuwe aflevering hier op YouTube. Dus ben je fan van true crime? Zorg ervoor dat je zeker eventjes op dit kanaal abonneert. Vandaag gaan we het hebben over de Cold Medicine Killer. Niet medicine in de zin van naam, maar medicine, de vertaling van medicijn. Dus de verkoudheidsmedicijnmoordenaar. Om het zo maar even te vertalen. Maar dat klinkt natuurlijk niet, hè jongens. De Cold Medicine Killer. Dit is echt een zaak die mij aangreep vanaf het begin dat ik ervan hoorde. Mede ook door de titel. Het is niet wat het lijkt. Maar daar ga ik jullie straks natuurlijk alles over vertellen. Eigenlijk wil ik helemaal niks vertellen. Want het is niet een heel lang verhaal. Het spreekt ook redelijk voor zich. Dus ik hou het allemaal eventjes in het midden deze keer. Wat ik in ieder geval wel kan verklappen, het is zoals elke week natuurlijk een heftig verhaal. Het gaat over een moord die is gepleegd. Er komen toch onderwerpen aan bod zoals geweld, ook ja, een stukje mentale gezondheid. En een moord, dat is natuurlijk niet niks. Dus kun je niet tegen dit soort onderwerpen zorgen voor dat je nu meteen eventjes op dat kruisje klikt. En je bent hier altijd van harte welkom om te kijken, maar denk aan je hart. Elke week geef ik een shout-out aan iemand waarvan ik denk, nou, die verdient het, die heeft een leuke comment geplaatst. Als jij kans wil maken op die shout-out, laat dan eventjes hier iets achter. Met de hashtag #SOnnedy, dan weet ik dat je mee wilt doen. Nou, de shout-out voor deze week is voor Lil Bubs X Bubby. Ik vind deze naam echt zo schattig. Yes, weer een nieuwe video. Zat alweer een half uur hyperactief te wachten tot jouw video online zou komen. Vind het echt fijn om naar je te luisteren en je legt dingen zo goed uit. Ik zoek ook graag dingen zoals dit uit tot de bodem. En misschien is het een idee om een video te maken over hoe je met dit soort details omgaat. Soms kom ik zelf achter dingen waar ik te veel over na ga denken. Heb jij dat zelf ook? Nou, dat vind ik dus een hele goede vraag. En dat mag trouwens ook, hè, voor de shout-out. Je mag ook gewoon hele goede vragen aan me stellen. Want die beantwoord ik met alle liefde. Maar goed, hoe ga ik daarmee om? Ik moet zeggen, ik heb nu al 51 zaken besproken. Dit is de 51ste aflevering, dus ik ben al een jaar bezig. En de ene zaak, ja, grijp je toch meer aan dan de ander. En dat kan zijn omdat je ergens in verplaatst, omdat je iets gewoon heel erg boeiend vindt. Of omdat het gewoon zo heftig is dat, ja, dat het je gewoon heel veel doet, dat het je raakt. Hoe ik daarmee omga, ja, ik probeer dan iets te kijken wat niet met dit onderwerp te maken heeft. Dus ik ben trouwens nooit echt heel erg bang dat ik echt lig te malen in mijn bed. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik met Dolly buiten loop en dat ik het gevoel heb dat ik me onveilig voel of zo. Dat ik toch denk, ah, stel je voor, ik ga nu het hoekje om en er loopt hier iemand rond die slechte bedoelingen heeft. Het is dan donker. Ja, je weet het niet. Kan ik dan op tijd wegkomen? Dat soort dingen schieten wel eens door me heen. Zo is er laatst ook, of nou ja, een paar maanden geleden, een hele gekke man geweest die een kind achterna heeft gezeten met een mes. Hier in de buurt van Woerden. En die is dus voor mijn huis langs gelopen. Dat hele voorval, die achtervolging, vond plaats echt de straat naast mijn straat. En dat is bijvoorbeeld wel iets wat mij dan niet in de koude kleren gaat zitten. Ja, hoe ik daar dan mee omga, ik probeer mezelf te focussen op iets anders. Muziek te luisteren, lekker te zingen. En dan eventjes niet met true crime bezig te zijn. En zo zet ik het van me af. Ik denk sowieso dat de een er beter tegen kan dan de ander. Ja, hoe meer ik er induik, hoe meer ik ook leer dat van me af te zetten. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te werken, denk ik. Nogmaals, mocht je kans willen maken op de volgende shout-out, ja, stel je vraag, plaats een comment onder hashtag #SOnnedy en wie weet, kom jij de volgende keer wel aan de beurt. Mocht je nou meer willen weten over het onderwerp van vandaag, dan kun je onze podcast Moordkast beluisteren op Podimo. Daar zijn we exclusief te beluisteren. Ga eventjes naar het linkje onderin de beschrijving. Op YouTube kan ik niet elk woord gebruiken, omdat het niet is toegestaan volgens de reglementen. Dan word ik geflekt, geblokt. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen zin in. Dus de podcast, daar geven we alle details. Het is de ongecensureerde versie. Maar natuurlijk is het ook waard om de video te bekijken, omdat je dan de beelden erbij kunt zien. Nog even een disclaimer van tevoren. Ben je 12 jaar of jonger dan dat? Vraag je ouders even om toestemming om deze video te mogen kijken. Of vraag of ze dit samen met je doen. En kun je nou niet tegen onderwerpen zoals moord, geweld, mentale gezondheid, et cetera, et cetera. Ook dan adviseer ik je deze niet te kijken.
Alle informatie die ik jullie geef is informatie die ik gevonden heb op het internet. Ik heb het slechts gebundeld tot één verhaal voor jullie. Het is absoluut niet mijn bedoeling om respectloos over wie dan ook in dit verhaal te praten. Dus, dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Zijn jullie klaar voor wat mascara? Een mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal over de Cold Medicine Killer. Lauren Hagelmeyer wordt geboren op 9 juni 1988 in de staat Kentucky in de Verenigde Staten. Haar ouders zijn Dale en Laurie Hagelmeyer. En Lauren heeft nog twee zussen. Het gezin is ontzettend hecht en ook zeer gelovig. Zijn religieus, christen. Lauren is close met eigenlijk haar hele gezin. Met ieder gezinslid kan met iedereen overweg. Maar haar vader is toch wel een geval apart. Lauren is echt een papa's kindje. Dus die heeft toch wel een speciaal plekje in haar hart veroverd. Lauren wordt omschreven als een heel vriendelijke meid met een heel zorgzaam en zacht karakter. En was bloedknap. Het is echt een hele mooie vrouw om te zien. Ze heeft enorm lang, mooi, donker haar. Ik droom van dat haar, hè. Kijk, ik fake het met extensions, maar dat haar wat zij heeft, ik vind het prachtig. Ze heeft een heel fijn gezichtje, sprankelende ogen. Ze draagt een bril. Echt, het is een plaatje om te zien. Uiteindelijk verhuist het gezin van Kentucky naar North Carolina. En als Lauren 26 jaar oud is, krijgt ze contact met een oud bekende van haar. Dan is het inmiddels 2014. Het is een jongen die ze kent van vroeger, van haar oude school. Toen ze nog in North Carolina op school zat, ja, ging ze best wel veel met deze jongen om. Ik weet niet hoe hun relatie op school was. In ieder geval weet ik dat haar omgeving geen idee had dat ze elkaar goed kenden. Maar in ieder geval slide deze jongen in de DM van Lauren. En deze jongen, dat is Matthew Phelps. Matthew was gaan rondspeuren op Instagram. Hij was waarschijnlijk gewoon een beetje aan het kijken, een beetje aan het swipen. En toen kwam hij ineens bij die mooie meid terecht. Bij Lauren. Eerste wat hij dacht van wow, wat is dit een aantrekkelijke dame. Maar daarna realiseert hij zich dat ze elkaar kennen van vroeger. Misschien dat ze daarom ook in zijn aanbevolen terecht kwam. Hè? Dat kan, dat ze dezelfde vrienden hebben. Karen zal vast en zeker wat vrienden hebben gehad in North Carolina die ze volgt op Instagram. Nou, en zo kom je wel eens bij elkaar terecht. Ik denk dat het zo moet zijn gegaan. Maar in ieder geval, Matthew Phelps kiest ervoor haar een berichtje te sturen. In de hoop dat, dat zij net zo over hem denkt. En dat is het geval. Lauren vindt Matthew een aantrekkelijke jongen. En vanaf hier beginnen ze gewoon wat DM's met elkaar uit te wisselen. Matthew lijkt wel echt elke post van Lauren, alles wat zij plaatst, moet worden geliked. Dus Matthew die is wel uit op aandacht van deze jonge dame. Ja, Lauren is hier wel echt van gecharmeerd en ze bouwen wat op. Ze krijgen steeds meer contact met elkaar. Ze wisselen hun nummers met elkaar uit, beginnen tekstberichtjes naar elkaar te sturen, bellen op een gegeven moment elke dag met elkaar. Je kunt wel zeggen dat het behoorlijk klikt tussen de twee. Lauren en Matthew hebben ook een beetje dezelfde interesses. Ze zijn allebei helemaal into Star Wars. Dat is met name iets, nou, dat leeft bij beiden. Ik ken wat mensen die daar fan van zijn. En die fanbase, ja, dat is niet normaal. En hun hebben dus beide die liefde voor Star Wars. Zo ook voor Harry Potter. Ja, daar gaan de gesprekken in eerste instantie ook over. Daar vinden ze elkaar wel echt in. Daarbij komt ook nog eens dat Matthew ook een christen is. Hij heeft bijbelstudies gedaan. Hij is ook religieus opgevoed. En ja, dat is iets wat voor Lauren ontzettend belangrijk is. Op elk vlak blijkt Matthew flink te scoren. Na een tijdje dit contact te hebben, wordt het al vrij snel serieus tussen de twee. Na een paar maanden krijgen ze een lange afstandsrelatie met elkaar. Hij woont nog steeds in North Carolina, zij in Kentucky. Ja, dat is nogal ver weg. Maar hij bezoekt haar regelmatig. En ze worden ze steeds en steeds closer. Uiteindelijk kiest Matthew er zelfs voor om zijn hele hebben en houden achter te laten in Kentucky en naar North Carolina te verhuizen. Speciaal voor zijn geliefde Lauren. Dus echt speciaal voor haar. Hij pakt zijn biezen, begint daar een nieuw leven. We zijn dan inmiddels wel wat jaartjes verder. Het is dan 2016. En Lauren is op dit punt 29 jaar oud. Matthew had trouwens dezelfde leeftijd als Lauren. Dus ook hij was 29. Vrij kort hierop vraagt Matthew haar ten huwelijk. Dus die gaan echt met macht 10.
sneller dan het licht, maar de twee zijn zo verliefd, weet je. Dit voelt goed. Dit moet gewoon gebeuren. Ook vanuit het geloof. Ze konden ook niet intiem zijn met elkaar voordat ze getrouwd waren. Dat is iets wat ook heel hoog in het vaandel stond bij Lauren. Ja, het kon niet eerder gebeuren dan het huwelijk had plaatsgevonden. Die twee zijn helemaal in de wolken en iedereen mag dat weten. Maar de ouders van Lauren vinden het allemaal wel redelijk snel gaan. Ze keuren het huwelijk wel goed, maar vader Dale, die vindt het toch allemaal wel een beetje tricky. Die heeft zoiets van, kan ik deze jongen wel vertrouwen? Is dit wel de man voor mijn dochter? Want ze kennen elkaar nog niet zo heel erg lang. De ouders van Lauren en Matthew ontmoeten elkaar ook vrij laat, vlak voor de verloving volgens mij. Dus toen hadden ze al 2 jaar een relatie, maar op een of andere manier had die ontmoeting nooit plaatsgevonden. Omdat het zo'n lange afstandsrelatie was. Dus ze waren ontzettend blij om hun dochter zo gelukkig te zien. Maar vader Dale had vooral een beetje zo'n onderbuikgevoel. Dat er iets niet helemaal in de haak was. Of had er niet helemaal een lekker gevoel bij. Dat gevoel wordt er niet minder op als Dale hoort dat Matthew, zijn aanstaande schoonzoon, al eerder getrouwd is geweest. Het is een jonge gast, hè? We hebben het hier over iemand van 29 en die heeft dus al een huwelijk achter de rug. Dus dat betekent dat Lauren niet zijn allereerste enige echtgenoot is. Ja, dat zit Dale wel een beetje dwars. Dat schoot hem echt in het verkeerde keelgat. Dit natuurlijk vanwege zijn geloofsovertuiging, dat is één ding. Maar Dale had ook het gevoel dat deze jongen misschien nog wel meer achterhield. Want in eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling dat dit bij die familie terecht zou komen. Lauren wist namelijk wel van dit eerste huwelijk. Maar hij moest ze echt overzwijgen van Matthew. Dus het wekt geen vertrouwen op. Trouwens, over dit eerste huwelijk. Matthew en Lauren hebben het hier wel uitgebreid over gehad. En Lauren was natuurlijk heel nieuwsgierig van wat is er misgegaan? Waarom ben je gaan scheiden? Wat is er gaande? En dan vertelt Matthew dat hij door zijn ex was bedrogen. Die had ineens een ander en die had hem gedumpt. Zij was bij hem weggegaan, maar bleef er altijd een beetje vaag over. Dus hij praat er ook niet heel graag over. Aan alle kanten voelde het een beetje gek. Maar goed, de relatie werd gewoon helemaal goedgekeurd. Want als hun dochter happy was, dan waren zij dat ook. Ik ga jullie wat meer vertellen over de voorgeschiedenis van deze jongen, deze Matthew Phelps. Want er zijn nogal wat dingen voorgevallen in zijn jeugd. Matthew had niet zo'n hechte band met zijn familie bijvoorbeeld, zoals Lauren dat had. Zijn moeder was echt op heel jonge leeftijd zwanger geraakt. Hij kwam niet gepland. En dit was ook nog eens met een vader die vanaf dat punt nooit in zijn leven is geweest. Dus hij was zoon van een alleenstaande moeder, die moest het allemaal alleen doen. En die was er eigenlijk veel te jong voor, dus hij is grotendeels opgevoed door zijn opa en oma. Daar heeft hij het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht. Zijn biologische vader heeft nooit een rol gespeeld in zijn leven. En hij heeft ook nooit een duidelijk vaderfiguur in zijn leven gehad. Zijn moeder hield er wel wat relaties op na. Zij heeft wat stiefvaders langs zien komen. Maar er zat niemand bij die hem echt dat vaderlijke gevoel gaf. Als kind was Matthew ook al vrij veel alleen. Hij maakte niet zo makkelijk vriendjes. Hij was stil, teruggetrokken, ook best wel een verlegen jongetje was het. En hij werd op school ook wel vaak gepest daarmee. Hij was niet heel erg weerbaar. Dat is natuurlijk wel ontzettend sneu. Ik denk dat dat ook wel het resultaat is van het uitblijven van een vader. Iemand die jou zelfverzekerd maakt, dat heeft hij gewoon ontzettend gemist. In zijn tienerperiode begon hij zich dan ook af te zetten, echt tegen alles en iedereen. Ging een beetje met de verkeerde mensen om. Echt vrienden kon je dat ook niet noemen. Maar hij begon naar de drank te grijpen, naar de middelen. En Matthew was in het bijzonder verslaafd aan een medicijn. Dit was een medicijn tegen zware hoest. Als je daar maar genoeg van nam, dan werd je daar dus high van. Matthew werd echt een soort afhankelijk van dit middel. Hij zocht echt zijn uitvlucht in dit soort dingen om zich maar goed te voelen. Voor eventjes. Dan voelde hij zich verdoofd. Op die manier kon hij het leven net wat beter aan. Maar zijn opa en oma die voor hem zorgen, die krijgen daar lucht van. En halen hem van school af. Omdat ze het gevoel hebben dat dit de plek is waar hij door wordt beïnvloed. Er zitten toch de foute types die invloed hebben op het gedrag van Matthew. Dus ze halen hem van die school af en hij gaat naar een particuliere bijbelschool. Gewoon om hem wat manieren bij te brengen. In de hoop dat hij alles weer op een rijtje krijgt. Ik zou me denk alleen nog maar erger gaan gedragen, maar in het geval van Matthew werkte dit.
Godzijdank, zijn cijfers werden beter. Vanaf hier beterde hij zijn leven eigenlijk. Probeerde hij toch wel iets ervan te maken. Nou, nog een dingetje van zijn verleden is dat hij natuurlijk getrouwd geweest. Dat was met zijn ex genaamd Brooke Truett. Maar goed, daar vertel ik jullie later nog meer over. Dus tot zover even globaal het verleden van onze Matthew Phelps. Matthew en Lauren zijn dus nu verloofd. En er moet een verlovingsfeest gaan plaatsvinden. Nou, de familieleden van Lauren zijn aanwezig. Maar dan staat ook geheel onverwacht de moeder van Matt voor de deur. Die is ineens ook van de partij en die hadden ze niet zo snel verwacht. Dit zal de eerste ontmoeting zijn trouwens tussen Lauren en de moeder van Matthew. Dus Lauren leert haar schoonmoeder kennen voor het eerst op dat verlovingsfeest. Maar dat gaat niet per se heel gesmeerd. In eerste instantie heeft de familie van Lauren al wel een oordeel over de jurk die de moeder van Matthew draagt. Want ze draagt een witte lange jurk. Dat is nogal ongebruikelijk op een verlovingsfeest. Er is één bruid en dat is zeker niet de schoonmoeder. Je hebt wel eens van die moeders hè, die er echt niet tegen kunnen dat hun zoon met een andere meid is. Of dat er een andere vrouw in het leven komt die een prominentere rol gaat spelen in het leven van hun zoon. Ik heb zelf ook zo'n ex. Wie die vrouw ook gaat worden, het maakt niet uit. Die hebben nooit een kans. Die zullen nooit geaccepteerd worden door zo'n moeder. Nou, de moeder van Matthew was zo'n figuur. Die was ontzettend jaloers of leek ontzettend jaloers op Lauren. En zij was van mening dat Lauren niet goed genoeg was voor Matthew. Dit vond Lauren trouwens wel echt heel erg. Hij had een heel vervelend gevoel hieraan overgehouden. Ze wilde dolgraag geaccepteerd worden natuurlijk door de familie van Matthew. Wie wil dat nou niet? Niks is vervelender dan een draak van een schoonmoeder. Binder dan dat, echt. Mocht een voormalig schoonmoeder van mij hier naar kijken, dan weet je gelijk hoe laat het is. Ik deed altijd hartstikke mijn best hoor, jongens. Lach niet aan mij. Lauren was hier in ieder geval echt ontzettend verdrietig over. Matthew probeert zijn verloofde nog gerust te stellen met de boodschap dat hij toch niet zo'n hele hechte band met haar heeft. En dat het niet belangrijk is wat zijn moeder denkt. Maar ik kan me voorstellen dat het echt wel moeilijk is als je het gewoon niet goed met elkaar kunt vinden. Ja, en Lauren doet helemaal niks verkeerd behalve met haar zoon te zijn. Lijkt me super frustrerend. Die familie van Lauren, die merkt ook op dat de moeder van Matthew niet helemaal naar de zin heeft. Dat ze Lauren niet echt heel erg leuk vindt. Maar dat ze zich ook afstandelijk opstelt tegenover haar familie. Dus die ouders van Lauren hebben zoiets van, joh, waar komt dit koude gedrag vandaan? Wat hebben we jou misdaan? Ze stelt zich totaal niet voor hen open. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de tortelduifjes. Matthew en Lauren strekken zich er uiteindelijk niks van aan. Ze moeten en zouden in dat huwelijksbootje gaan stappen en de liefde moet gevierd worden. En dat doen ze zeker. En dat mag ook iedereen zien. Alles wat ze doen wordt vastgelegd voor de socials. De Instagram staat vol met foto's van hun samen met slijmerige captions, tripjes die ze maken. Het wordt bijna door je neus gepropt. Ik denk dat we allemaal wel zo'n stelletje kennen waarvan je denkt, oef, ga ik die dempen of niet? Nou, deze twee waren wel echt klef to the max. Maar goed, het is toch ook hartstikke mooi dat die twee elkaar gevonden hebben. En zo gelukkig zijn met elkaar. Ik geef ze groot gelijk. Matthew was echt gek van Lauren. Hij had echt alles voor haar over. Hij kwam constant met cadeautjes aanzetten, verrassingen. Op het moment dat het huis vies was, ruimde hij dat voor haar op. Echt, het was een vent naar haar hart. Ook als er familiefeestjes waren of ze werden uitgenodigd. Matthew was er altijd bij, omdat hij wist hoe belangrijk dit voor Lauren was. Hij deed er gewoon alles aan om haar gelukkig te maken. Nou, die trouwerij vindt plaats op 11 november 2016. Het is een bijzondere bruiloft, want de twee hebben een thema. Namelijk een Star Wars thema. Nee, maar ik vind het eigenlijk wel mooi, want de twee zijn natuurlijk ook ontzettend gelovig. En om dan zo'n thema mee te nemen in je bruiloft, ik vind dat wel cool. Alle vrienden van de bruidegom, alle mannen, moesten met een lightsaber rondlopen. Er zijn ook foto's van het huwelijk, van die trouwerij, dat de twee met een lightsaber aan het vechten zijn. En nou, het moet één grote dolle bende zijn geweest. Ik vind het heel lollig. Voor de rest was het een vrij traditionele bruiloft hoor, want Lauren liep er gewoon bij in een hele mooie grote witte jurk. Er was natuurlijk een kerkceremonie, maar ik denk op het feest ging het pas echt los met de lightsabers en het Star Wars thema. Lauren zag er trouwens echt prachtig uit. De zon scheen, het was sowieso een hele mooie dag. En op een gegeven moment moeten de bruidsfoto's gemaakt worden.
En die bruidsfoto's, daar staat de familie ook bij. Hè? Want er moeten natuurlijk ook af en toe kiekjes worden geschoten. Ja, van het stel met de familie samen. En op een gegeven moment komt die moeder van Matthew eventjes ertussen. Ze duwt Lauren weg om samen met haar zoon op de foto te gaan. Ik vond het echt raar. Hoe durf je? Het was echt heel asociaal. De familieleden van Lauren kunnen het zich ook nog supergoed herinneren. Omdat het zo ongepast was. Al voor de bruiloft had die moeder zich trouwens al flink misdragen. Want Matthew wilde dolgraag zijn vader en zijn halfbroertje uitnodigen. En de moeder van Matthew had dat niet goedgekeurd. Die had zoiets van, joh, dan kom ik niet. Zij wilde, zo egoïstisch als ze was, niet die vader en die zoon van hem onder ogen komen. Dus dat halfbroertje en die vader werden niet uitgenodigd, omdat Matthew zijn eigen moeder niet wilde kwetsen. En dan denk ik, hoe durf je? Het is de dag van je zoon, de mooiste dag van zijn leven, die jij eventjes bepaalt. Het is belangrijk voor zo'n jongen dat zijn vader en halfbroertje erbij is. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je echt de nerve hebt om dat te eisen. Ik vind het zielig. Geen leuk mens. Ik vind het echt een rotte appel. Maar goed, in ieder geval tot zover de bruiloft. Uiteindelijk zijn ze getrouwd. Het is gewoon ondanks alles een hele mooie dag geweest. En de twee zijn gelukkig met elkaar. Ze zullen vanaf hier hun leven samen spenderen. Een leven die natuurlijk ook bekostigd moet worden. En Lauren, dat was echt een harde werker. Lauren had op een gegeven moment zelfs 4 baantjes tegelijk. 4 baantjes. Ik vind het knap. Ze werkte als accountant, als oppas en werkte ook nog bij de crash in de kerk. Ook was ze zelfstandig ondernemer in de multi-level marketing. Ik ga jullie eventjes uitleggen wat dat precies inhoudt. Zeg maar zo'n verkoopmethode. Misschien kennen jullie van vroeger de Tupperware parties wel. Bij mijn moeder kwam dan iemand over de vloer met allemaal spullen en haar vriendinnen werden dan uitgenodigd. En dan kon je van die verkoopster allemaal Tupperware producten afnemen. Nou ja, dit is een beetje die multi-level marketing methode. Als individu koop je producten in bij een bepaald bedrijf. En jij bent er verantwoordelijk voor om dat door te verkopen. Of dat nou je vrienden zijn, familieleden, dat maakt niet uit. Maar jij investeert het en vaak komt de ondernemer bedrogen uit. Omdat het allemaal toch lastig te verkopen is. Je hebt natuurlijk geen platform. Dat platform moet je zelf creëren om die producten kenbaar te krijgen bij mensen. Het is vrij lastig. Ik heb wel veel gezien en gelezen over MLM-bedrijven of MLM-marketingmethodes. De meeste hebben niet heel veel geluk. In ieder geval was het de droom van Lauren om zelfstandig ondernemer te zijn. En dit gaf haar die kans om iets zelf op te zetten. En ze ging er vol in. Ze maakte ook YouTube-filmpjes om haar producten te tonen en zelf te reviewen. Om het kenbaar te maken onder wat volgers op YouTube. En ik heb wat video's opgezocht en ik zal ook stukjes aan jullie laten zien. Maar daar is ook wel goed in te zien wat voor karakter je voor je hebt. Lauren was echt wel een heel lief, zacht meisje nog eigenlijk. Look what came in the mail. I am so excited. Hey guys, it's Lauren. I'm a Scentsy independent consultant. And this is the warmer of the month for January. A lot of you may know that the November warmer of the month was extended to December. And ik vond die filmpjes echt mega aandoenlijk op een of andere manier. Haar onderneming bestond dus uit het verkopen van kaarsen. Het merk heet Scentsy, geloof ik. Nou, daar ging ze in ieder geval voor de volle 100% voor. Zoveel ambitie als Lauren in haar werk had, zo erg ontbrak dit dan weer bij Matthew. Hij had heel veel moeite om baantjes te krijgen en deze vervolgens te houden. Constant werd hij ontslagen of kwam hij thuis dat hij was gestopt en gaf er dan een beetje een vage reden voor. Hij hopte echt van baan naar baan en liep echt de kantjes ervan af. Het lukte hem gewoon niet, hij kon de motivatie niet vinden. Dat zat gewoon helemaal niet in hem. Ja, en dan verschil je wel veel van elkaar, hè? Als de ene keihard werkt en de ander loopt de kantjes ervan af, ja, dat zorgt wel voor spanningen binnen het huwelijk. Matthew begint zich ook steeds neerslachtiger te voelen. Het leek alsof hij depressief werd. Hij wilde ook niet meer naar de kerk. Gaf ook steeds minder om de wensen van Lauren. Op het begin was hij ontzettend toegewijd. Met cadeautjes, leuke dingen doen. Dit verdween. Compleet. Echt slechts
Een paar maanden na hun trouwdag. Hij sloeg gewoon om. Iedereen zag wel aan hem dat hij totaal niet lekker in zijn vel zat. Hij wist ook helemaal niet zo goed wat hij met zijn leven aan moest. Of nou ja, er was één ding dat hij wel heel graag deed. En dat was gamen. Hij zat dag in dag uit op zijn spelcomputer te spelen. Ik denk dat Matthew op een gegeven moment wel een gameverslaving had. Dat zou je er wel mee kunnen vergelijken. Hij was echt niet van die computer af te krijgen. Dat wordt steeds erger. En op een gegeven moment begint hij gewoon Lauren haar geld uit te geven. Voor allerlei videogames, elektronica. Alles om maar gewoon zijn hobby te kunnen uitoefenen. Maar hij begon ook echt geld uit te geven die hij helemaal niet had. Op een gegeven moment begint hij zelfs geld van haar te stelen. Uit haar portemonnee, maar ook van haar spaarrekening. Of nou ja, hij had het uitgegeven zonder te vragen. Dus of het stelen is, dat kun je in het midden houden, maar dat valt er wel mee te vergelijken. Oh, ik zou boos worden, gek. Oh, wat zou ik boos zijn als mijn vriend dit zou doen. Ik zou al die spelletjes verbranden, meteen. Ze hadden ook speciaal een spaarpotje gemaakt om naar Disney World te gaan. En ook daar haalt hij geld uit om videogames en elektronica mee aan te schaffen. Deze trok Matthew helemaal leeg. Na de bruiloft had het stel 10.000 euro aan spaargeld. Dan was de bruiloft al helemaal afgerekend. Hè? Dat is best wel lekker. Gewoon een lekker spaarpotje. Op een gegeven moment was er nog 1.000 euro van over. En dat slechts in een paar maanden tijd. Duizenden euro's heeft hij uit die spaarpot gehaald. Echt joh, dan zou je toch direct gaan scheiden? Oh, wat lijkt me dat verschrikkelijk zeg. En Lauren was die harde werker. Zij was constant bezig. 4 baantjes had ze. En dan had ze wat geld bij elkaar gesprokkeld. En dan gaf Matthew het weer uit. Nou, je kunt je voorstellen, die ruzies, dat ging er hard aan toe. En Lauren was niet blij hiermee. En dat liet ze merken ook. En terecht. Het zijn gewoon haar zuur verdiende centen. Telkens als de familie van Lauren op bezoek kwam, zei Matthew helemaal niks meer. Hij was alleen maar bezig met zijn computerspel. Hij keek niet eens om. Zei niet eens gedag. Hij bleef gewoon stug naar het beeldscherm kijken en niks interesseerde hem. Op een gegeven moment wordt Matthew ook nog eens jaloers. Lauren had een vriendschap met een man uit de kerk. En hij beticht haar van met hem vreemd te gaan. Of in ieder geval was hij bang dat er meer speelde. Nou, ook daar ontstonden ruzies over. Het is wel echt hopeloos. Daar waar ze een paar maanden geleden nog helemaal in de wolken waren, zit ze nu gewoon in zo'n neerwaartse spiraal. Gaat dit nog goed komen? Ik bedoel, Lauren is christelijk. Het was altijd haar idee geweest om te trouwen en daarna nooit meer. Scheiden, dat is iets wat ze niet eens in haar hoofd wil halen, omdat het zo tegen haar principes is. Dus ja, die zit wel eventjes met de handen in het haar. Ze doet er echt wel alles aan om dat huwelijk te redden, maar hoe meer zij geeft en hoe harder zij probeert, hoe verder hij haar van haar wegduwt en hij zet gewoon de hakken in het zand. Hij doet totaal zijn best niet om er nog wat van te maken. Op een gegeven moment krijgt Lauren ook argwaan richting Matthew. Ze heeft het vermoeden dat Matthew vreemd gaat met een buurvrouw. Die buurvrouw heet Valerie. Valerie en Matthew kennen elkaar al een hele tijd. Ze komen ook bij elkaar over de vloer. Maar er was een situatie dat Valerie bij hun voor de deur stond. Dat was een beetje in de namiddag. Dus Lauren was aan het koken voor haar en haar man. Matthew was naar buiten gelopen en had gezegd, yo, ik ga even hangen met Valerie en ik zie je zo. En op een gegeven moment, niet veel later, kreeg Lauren een sms'je van haar man dat hij het zo gezellig had met Valerie dat hij niet thuis eet. Moet je nagaan, hij stapte de deur uit terwijl zijn vrouw al aan het koken was. En hij laat haar gewoon zitten. En is bij een andere vrouw. Ik bedoel, wil je het verbergen of niet? Het leek wel alsof hij het expres deed. Alsof hij wilde dat ze dacht dat hij vreemd ging. En dat lijkt me ook niet zo'n gekke gedachte, want Matthew was zelf ook heel erg jaloers. Misschien was hij zo onzeker dat hij daarmee een reactie wilde uitlokken of zo. Hij voelde zich namelijk heel vaak te min voor Lauren. En dat is natuurlijk niet zo raar als je ziet hoe de verhoudingen in elkaar zitten daar. Als je zo gedraagt ben je inderdaad Lauren niet waard. Dus zijn gevoel zat wat dat betreft wel goed. Matthew had ook zijn telefoon uitgezet nadat hij dat sms'je had gestuurd van hey, ik blijf bij Valerie. Je kunt je voorstellen dat Lauren woedend was op haar man die haar gewoon laat zitten met het avondeten en dan zijn telefoon uitzet. Ja, hallo. Die zou hier niet helemaal van over de rooien gaan. Ze vertelt het dan ook haar familie.
hoe moeilijk ze dat ook vindt. Want ze was natuurlijk net blij dat Matthew een beetje zijn plek had veroverd daar in het gezin. Ze hadden vertrouwen gekregen in hun relatie. Ja, en nu moest ze dat eigenlijk helemaal overhoop gaan gooien met dit verhaal. Ze zat er zo ontzettend doorheen, dus ze moest dit wel kwijt. Ze hebben dit trouwens geheim gehouden voor de vader van Lauren, voor Dale. Hij was natuurlijk op het begin al niet echt te spreken over de relatie, omdat het te snel ging. En omdat hij gewoon geen lekker gevoel kreeg bij Matthew. Ja, zijn gevoel zat, denk ik, wel goed. Maar ik snap wel dat Lauren niet wilde dat haar vader ervan af wist. Want anders zou het nog goed zou komen tussen haar en Matthew. Ja, wie weet was hij daar nooit meer welkom, hè? Dan wordt het misschien wel heel ongemakkelijk allemaal. De gemoederen lopen in ieder geval hoog op. En de moeder en de zus van Lauren, die proberen nog op Matthew in te praten om het huwelijk te redden. En dan lijkt hij ergens wel weer gemotiveerd te zijn. Het lijkt hem te raken. Dan gaat het weer heel even goed. En dan wordt het wat rustiger in het huis. Het is 31 augustus 2017. Het is een hele warme zomerdag geweest. En in de nacht, rond een uur of één, komt er een vreemd telefoontje binnen op de alarmcentrale bij 911. De medewerker krijgt een nogal verwarde man aan de lijn. Het is Matthew Phelps. En hij vertelt aan de medewerker dat hij zijn eigen vrouw heeft vermoord. Of in ieder geval denkt haar vermoord te hebben. Hij had een heel vreemde droom gehad. Hij deed daarna het licht aan in de slaapkamer. En ineens zag hij zijn vrouw daar dood liggen. Hij ziet overal bloed liggen. En er ligt een mes op het bed. Hij is compleet over de rooien en hij vertelt de man aan de andere kant van de lijn dat hij denkt dat hij het gedaan heeft en dat hij iets te veel medicijnen heeft ingenomen die nacht. Meer dan waarschijnlijk goed voor hem was. Hij had een middel ingenomen genaamd Coridacin Cough and Cold. En dat zijn pillen speciaal voor een hele zware hoest. Misschien komt dat middel jullie bekend voor, want eerder in dit verhaal vertelde ik jullie al dat hij in zijn jeugd daar verslaafd aan is geweest. Maar in ieder geval zegt hij tegen de medewerker aan de lijn dat hij daar rustiger van wordt en dat hij anders niet kon slapen. En dat hij daarom dat middel vlak voor het slapen gaan heeft genomen. En dus dat hoestmedicijn heeft misbruikt. Het is echt een ontzettend vaag gesprek. En het gesprek is ook overal terug te luisteren. En ik zal het ook verwerken in mijn video. Bij deze laat ik jullie een stuk horen van het gesprek tussen Matthew en de alarmlijn. I had a dream. And then I turn on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me and there's a bloody knife on the bed. Ja, de politie komt echt heel snel ter plaatse, volgens mij binnen 1 minuut al. Dan zijn ze er. En dan komen ze aan en zien ze Matt buiten staan voor het huis, helemaal doodstil. En als eerst wordt hij veilig en wel in de auto gezet. Waarschijnlijk op slot. Ik denk niet dat hij er nog uit kon. Daarna lopen de agenten naar binnen en daar zien ze het verschrikkelijke tafereel voor zich. Ze vinden Lauren, maar het is wel duidelijk dat ze niet meer in leven is. Toch wordt ze naar het ziekenhuis gebracht, maar daar wordt ze doodverklaard. Lauren was niet meer te redden. Na autopsie blijkt dat Lauren om is gekomen door 123 steekwonden. 123. En jongens, ik heb nog nooit eerder in mijn research een geval gevonden waarbij er zo vaak op iemand is ingestoken. Tel voor jezelf maar eens in je hoofd tot 123. En dan deze handeling erbij, ik kan me dat gewoon zo niet indenken dat je... Dat is blinde woede. Dan moet het compleet zwart voor je ogen worden daar kan ik me zo geen voorstelling bij maken. 123 keer heeft hij op haar ingestoken. Het huis wordt meteen doorzocht. Ze vinden het mes, dat ligt echt prominent en netjes op bed. Ook in de badkamer vinden ze dus die pillen voor die zware hoest. Die heeft hij ontzettend netjes zo klaargezet, zo op de wastafel, zodat iedereen het kon zien. Dat zou natuurlijk zijn verhaal aan de lijn bevestigen, als ze dat medicijn zouden vinden. Dus ik denk dat het allemaal neergezet is. Dit is een beetje een gek verhaal. Matthew wordt ook helemaal onderzocht, echt van top tot teen. Maar wat opvallend is dat hij helemaal niet
onder de bloedspetten zit. Ja, ik bedoel, 123 keer steken. Er zal toch wel wat van op je kleding terechtkomen. Maar nee, er was slechts een druppel gevonden op zijn gezicht. Een paar kleine spatjes op zijn schoenen en op zijn shirt, maar meer niet. Dus de politie denkt dat hij zichzelf heeft gewassen voordat de politie ter plaatse kwam. Dus dat betekent dat hij bewijsmateriaal zou hebben weggepoetst. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn als de woning doorzoeken met luminol. Nou, luminol is een goedje waardoor bloedsporen ineens echt supergoed zichtbaar zijn. Ook als ze zijn weggepoetst met allemaal chemicaliën. Dan alsnog met luminol kun je een hele hoop nog naar boven halen. En dan blijkt dat die hele wasbak vol met vlekken zit. Dus dat betekent dat hij daar dus al van alles heeft zitten schoonmaken en heeft zitten doen. Overal werden sporen gevonden. Wat ook nog echt ontzettend opvallend was, is de reactie die Matthew gaf toen de politie eenmaal ter plaatse was. Ik bedoel, als jij je vrouw vermoordt zonder dat je doorhebt, dan denk ik dat je nog wel eventjes overstuur bent, toch? Je wordt wakker en ineens heb jij je vrouw vermoord. Maar eenmaal ter plaatse was Matthew zo rustig en kalm. En reageerde juist heel afstandelijk en koud. Ja, hij had natuurlijk aan die alarmlijn wel gehuild, maar ja, zijn reactie was vrij tam. Nu zou ik me nooit in zo'n iemand kunnen verplaatsen, dus iedereen reageert er anders op. De politie vond zijn gedrag vreemd en verdacht. Daarbij vindt de politie hem ook ontzettend helder overkomen. Het is niet alsof hij de weg kwijt is of alsof het lijkt alsof hij onder invloed is van iets. En Matthew had dit natuurlijk wel beweerd. Als jij zo ver heen bent dat je zoiets in je droom kunt doen of in een blackout, dan denk ik dat er wel iets aan je te merken is, hè, daarna. Moet je toch nog steeds helemaal van het padje zijn, denk ik. Matthew wordt natuurlijk meegenomen naar het bureau, staat onder arrest. En ondertussen wordt het hele huis nog wat verder doorzocht. En dan vinden ze op een gegeven moment zijn dagboek. En in dat dagboek schrijft hij op dat zijn vrouw hem heel erg onzeker maakt. Dat hij zich te min voelt, dat hij het gevoel heeft niks goed te kunnen doen. In dat dagboek kwam gewoon heel goed naar voren hoe laag zijn zelfbeeld was en hoe weinig eigenwaarde hij had. Zijn computer wordt ingenomen en doorzocht. En dan komen er wat zoektermen naar boven waar Matthew naar had gegoogeld voor de moord. In zijn zoekgeschiedenis stond dat hij had gezocht naar dat hoestmedicijn, wat de bijwerkingen waren en in hoeverre je daarvan in de war kon raken. Ja, dit is allemaal opgezocht voor de moord. Ik bedoel, waarom moet je dat weten? Dit zou erop kunnen duiden dat hij de moord heeft gepleegd met voorbedachte raden. Dus dit is een heel waardevol stuk bewijs. Ook vinden ze een tweede, verborgen Instagram-profiel van Matthew, genaamd Mardi Radical. Niemand in zijn omgeving was op de hoogte van dit account. En dat is maar goed ook, want de foto's en het materiaal wat hij daar post, dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet bij Matthew zou verwachten. Hij was een christen en op dit Mardi Radical kanaal op Instagram post hij dingen over demonen, Satan. Hij lijkt het zelfs te aanbidden en te idoliseren. Maar ook komt een fascinatie voor de film American Psycho naar voren. De hoofdpersonage van deze film, dat is Patrick Bateman. En Matthew had zich dus verkleed als dit personage, had daar foto's van gemaakt. Hij deelde ook screenshots uit de film, maar ook echt van alles over heksen, mythes, demonen, Satan, echt alles kwam voorbij. En het is een heel morbide kant van Matthew die niemand ooit van hem heeft gezien. Zo bizar. Zonder dat iemand het wist, leefde hij in een duistere fantasiewereld waarin hij de hoofdrol speelde. Op een gegeven moment vindt de politie een post met een hele eigenaardige caption. Hij schrijft namelijk: mensen denken dat ik een seriemoordenaar ben. Hashtag found an angel to kill. Dus ik heb een engel gevonden om te vermoorden. Daarmee zou hij dan zijn vrouw hebben bedoeld, Lauren. Op een gegeven moment komen de resultaten binnen van het laboratorium om te kijken hoeveel hoestmedicijn in dat bloed heeft gezeten. Ja, hij had dat spul wel ingenomen, maar het was niet dusdanig veel dat je daar onder invloed zou kunnen zijn. Überhaupt dat je daarvan je bewustzijn verliest en blackouts krijgt en niet meer weet wat je doet, dat is nagenoeg onmogelijk met het middel.
Ook de buurvrouw Valerie wordt ondervraagd. Die buurvrouw waar Matthew mogelijk een affaire mee zou hebben. Of in ieder geval waar Lauren hem van zou hebben beticht. Maar Valerie geeft aan dat hun relatie echt platonisch was. Maar goed, ik weet niet in hoeverre dit de waarheid is. Maar ze kwam wel met een opvallende verklaring. Want Matthew zou nogal het vaak hebben over de dood, over moord, over zelfmoord. Die onderwerpen kwamen regelmatig aan bod. Ja, dat is toch wel iets waar ze haar vraagtekens bij had. Uiteindelijk komt de politie met een soort reconstructie. En zij denken dat het als volgt moet zijn gegaan die avond van 31 augustus 2017. Lauren lag te slapen op haar zij in hun bed. En op een gegeven moment zou Matthew met een mes binnen zijn gestapt om vervolgens op haar in te steken. Ze had totaal geen kans tegenover hem in deze positie. Ze werd totaal verrast door deze aanval van haar eigen man. Matthew bekent zijn schuld aan moord met voorbedachte raden, dus first degree murder. Daarvoor wordt hij ook berecht en hij krijgt een fikse straf opgelegd. Hij krijgt levenslang zonder enige kans op vervroegde vrijlating. Ja, er kon toch worden vastgesteld dat dit een vooropgezet plan was vanwege zijn Google-geschiedenis. Hij had ook een zoekterm gebruikt op Google met de vraag hoe wazig je zou kunnen worden van het middel. Dus hij had zich van tevoren goed ingelezen. Hij zocht gewoon een goed excuus om met deze moord weg te komen. En hij fantaseerde hier blijkbaar al veel langer over om zijn eigen echtgenoot dit aan te doen. Ja, dit tot groot verdriet hè, van de ouders van Lauren. Want die hebben zo ontzettend veel pijn hiervan. Zij zijn hier helemaal kapot aan gegaan. Matthew heeft hun nog wel zijn excuses aangeboden. Maar de familie geeft aan dat ze hem nooit zullen vergeven. En ik denk dat dat ook ontzettend lastig is. Die familie voelt zich ontzettend schuldig dat ze Lauren niet hebben kunnen redden uit deze situatie. En dat ze het nooit zo hebben kunnen inschatten voor haar. Anders hadden ze haar natuurlijk daar weggehaald. Dus dat is iets wat ze ontzettend bezighoudt tot op de dag van vandaag nog. Dan had ik nog een dingetje. Matthew had natuurlijk ook nog zijn eerste huwelijk met zijn ex Brooke Truth. En Brooke komt ook met haar verhaal. Natuurlijk was het verhaal vanuit Matthew dat Brooke overspel zou hebben gepleegd, dat zij een andere man had en hem daarvoor zou hebben verlaten. Maar dat blijkt dus ook één grote leugen te zijn geweest. Brooke komt met de verklaring dat Matthew degene was die constant vreemd ging. Zelfs nog voordat ze trouwden. Ook maakte Matthew al haar geld op, dus we zien hier wel een patroon in, hè jongens. Het zou me niks verbazen als Matthew inderdaad zou rotzooien met een ander. En waarom hij de moord heeft gepleegd, ik denk dat hij zo onzeker was. En hij dacht hiermee weg te komen. De jongen was ook totaal depressief en van het pad geraakt. Wat hem precies hiertoe heeft gedreven, ik snap het niet. Ik denk dat hij twee gezichten heeft. En zijn andere kant is de morbide kant. De duistere kant die droomt over het plegen van een moord. Ik denk oprecht dat hij dat ook graag wilde ervaren als je naar zijn Instagram-account kijkt. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie denken. Laat het hier onder in de comments achter. En mocht je ideeën hebben over zaken die ik in de toekomst moet bespreken, laat me dan ook vooral weten. Ik zag net dat ik lippenstift op mijn tanden had. Sorry daarvoor. Ik heb weer een schoon gebitje. Wil je meer weten van deze zaak? Luister dan ook onze podcast Moordkast. En aankomende zondag ben ik weer live voor jullie op mijn tweede YouTube-kanaal, genaamd Onnestream. Ben je daar benieuwd naar? Ga naar youtube.com/onnestream. Zondagmiddag 3 uur ben ik er voor jullie, dus hopelijk kijk je dan mee. En volgende week vrijdag ben ik er weer voor jullie om 4 uur in de middag met een nieuwe misdaad en make-up. Dus tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.